terug naar Moskou. En ja, omdat ik graag wil integreren in de Russische cultuur, heeft Boris een aantal attributen gekocht. Boris, vertel wat je hebt aangeschaft om mij kennis te laten maken met met de Russische cultuur. Wat is dit? Wat zien wij hier? Goed, Bram, we zijn aanbeland bij een legendarisch merk sigaretten. Heet Yamakamal. Dus het kanaal dat de Witte IJszee verbindt met een andere rivier. Hier zie je het pakje. Ja. Het is nog steeds het goedkoopste merk sigaretten dat je kan vinden. En in de Sovjet-Unie bestond altijd de grap dat als piloten hun kaart vergeten waren mee te nemen, dat ze altijd een pakje sigaretten erbij konden pakken om te kijken waar ze precies waren en om ze te kunnen oriënteren. Dit is dus een bepaald soort sigaret. Het heet de pakje roze. Dus dit is een sigaret. Het kanaal. En wat is er zo bijzonder aan deze sigaret? Hoe zo bijzonder aan deze sigaret is dat er geen filter in zit. Ten tweede de kwaliteit van de tabak, die de allergoedkoopste en de allerlaatste is. Die is dus heel slecht. Kan vinden. Ja. Die is dus inderdaad heel slecht. En om te voorkomen dat die tabak in je mond belandt, bestaat er een truc. De sigaret zit zo in het pakje, maar om te kunnen roken moet je een kleine procedure voltrekken en die gaat als volgt. Je duwt aanvankelijk de sigaret in tweeën en vervolgens doe je dat nogmaals, maar dan haaks erop, zodat de tabak niet in je mond komt. En je rookt hem dus zo op. Trouwens, als je jongere mensen deze sigaretten ziet roken, dan weet je dat ze aan het blowen zijn. Deze sigaret is heel makkelijk leeg te maken, dus je kan het makkelijk uithalen. En daarin stopt je niet. Als de politie betrapt met een dergelijke sigaret en je bent geen oude man, dan begrijpt ze hoe laat het is. Dus wij zijn verdacht bij de. Wij zijn op dit moment, dat we deze sigaret gaan steken, zijn we eigenlijk verdacht. Nou, laten we gewoon doen en gaan kijken wat er weer raadgever. Ja, het is eigenlijk wel lekker. Ja. Een soort deurkachel, weet je eigenlijk.